Er is bijna niks leukers dan geiten aaien. Maar geiten zijn ook dragers van de Q-koorts. Kippen kunnen vogelgriep bij zich hebben. En in de krant las ik dat katten TBC kunnen overbrengen. En dan heb ik het nog niet eens over exotische ziektes als MERS van dromedarissen. Of ebola, oorspronkelijk afkomstig van vleermuizen. Dus hoe veilig is het nog om met dieren om te gaan en dieren te voeren en te knuffelen? Zoonose noemen we de ziektes die van dieren komen. Er zijn er maar liefst 86 die ons in Nederland boven het hoofd hangen. Voor welke dieren moeten we op onze hoede zijn? Op naar de faculteit diergeneeskunde in Utrecht, waar Roel Coutinho zoonose in de gaten houdt. Is nou eigenlijk elke ziekte die van dieren op mensen wordt overgebracht een zoonose? Ja, eigenlijk wel. Kijk, je hebt natuurlijk, het gaat erom wat is het reservoir, waar komt het vandaan? Kijk, malaria bijvoorbeeld, dat is in feite geen zoonose, want dat is het komt van mensen. Alleen daar zit een mug tussen, dus dan gaat het van mens naar mens, maar het gaat via die muggen, hè, wordt het overgedragen. Maar een heleboel andere ziektes, bij zoonose komt het uit de dieren en gaat dan naar de mensen. Ja. Waarom zijn sommige zoonosen zo gevaarlijk voor ons, de mens? Ja, nou ja, je hebt dus de indruk dat er af en toe nieuwe ziektes ontstaan die heel erg agressief zijn. Dus die heel ernstig zijn, die als het ware nog niet aangepast zijn aan de mens. Zo zou je het eigenlijk kunnen zien. Bijvoorbeeld HIV-AIDS, dat is een virus wat voorkomt bij chimpansees. Die chimpansees die zijn al honderden duizenden jaren geleden met dat virus geïnfecteerd. En die hebben daar helemaal geen last meer van. Dat zit, die hebben dat gewoon bij zich, hebben geen klachten. Het sprong over naar de mens. En bij de mens werd het dus een dodelijke ziekte. Dus je krijgt daar, vooral bij dat eerste gebeuren kan het gewoon ernstiger zijn. Het is nog niet aangepast. Het is ook niet in, je zou kunnen zeggen, maar dat is natuurlijk een rare redenering. Het is ook niet in het belang van het micro-organisme dat de gastheer doodgaat, want dan stopt het natuurlijk gewoon. Ebola is zo'n ziekte. Het Ebola-virus is jaren geleden al overgesprongen van een vleermuis naar de mens. Het virus was nieuw voor de mens. En dat maakte de ziekte zo dodelijk dat mensen stierven voor ze het konden verspreiden. Het gevaar van elke nieuwe zoonose. Toch is ebola nu een grote epidemie geworden. Waarschijnlijk is het zo dat er in het verleden heel vaak overdrachten geweest zijn van dat ebola-virus naar de mens. En dat er niks gebeurde, dat er één of twee gevallen waren, dan stopte het gewoon. En nu is er dus echt een hele grote epidemie ontstaan. En dat is niet zozeer doordat het overgesprongen is van dier naar mens, maar eigenlijk door de maatschappelijke situatie van de mensen zelf. Dat heeft bepaald dat we zo'n grote epidemie hebben. Door grootschalige ontbossing zijn de besmette vleermuizen dichter bij de stad gekomen. Ebola is zo opgedoken in dichtbevolkte gebieden, waar men de ziekte eerder niet kende. En daardoor gaat men onwetend met de ziekte om en kan ebola zich verspreiden. Hoe gevaarlijk ebola ook is voor degene die het heeft, de ziekte is niet extreem besmettelijk. Als de patiënt niet wordt aangeraakt, hoeft de epidemie zich niet uit te breiden. Daarom staat het ebola-virus niet eens op de lijst met 86 micro-organismen die ons in Nederland het meest bedreigen. En ik las ook op die lijst een ziekte waarvan ik dacht dat die al lang verdwenen was, hondsdolheid. Ja, dat is helemaal niet verdwenen. Alleen bij ons komt het eigenlijk niet meer voor. Nou ja, enkele keer bij vleermuizen, dat kan. Maar in heel veel landen zie je het nog. Er zijn wel 60 micro-organismen die bij die vleermuizen voorkomen, die overgedragen kunnen worden door mensen. Het is ongelooflijk. Het zijn dus, ja, het zijn hele bijzondere beesten. Mensen zijn bang, hè, voor vleermuizen. Ja. En terecht. En terecht, ja, terecht. Je moet ook niet, ik bedoel, van vleermuizen moet je echt verre blijven. Maar we moeten ze niet gaan uitroeien, want het zijn hele nuttige beesten. De wereld is klein geworden. We kunnen in één vakantie op een olifant zitten, een aap aaien en zwemmen met dolfijnen, om dan in het vliegtuig te stappen en met eventuele ziektes terug te keren. MERS, dat is een virus wat afkomstig is weer van vleermuizen. Maar het is gevonden bij dromedarissen. Ja, hoe lang leeft de mens al met de dromedarissen? Nou, dat is al honderdduizenden jaren. En nu pas duikt dat virus op? En nu duikt dat virus op. En wat daar nou precies gebeurd is, dat is totaal niet te begrijpen. Dromedaris? MERS. MERS. Ja, het zijn ziektes die daar voorkomen bij die dieren en die steeds opnieuw kunnen opduiken. Kijk, wij denken altijd dat het
alleen maar gaat over ziektes die van dier naar mens gaan. Maar het is in feite zijn het ziektes die gewoon... Ja, wij zijn een onderdeel van dat dierenrijk. Kijk, als je zo'n kop ziet van zo'n paard, dan lijken we daar niet op. Als je tegen de mensen zegt, je hebt een paardenkop, dan zijn de mensen beledigd. Maar in feite behoren wij tot dezelfde groep, daar komt het gewoon op neer. En we zien er natuurlijk wel anders uit. Maar dat verschil is voor die bacteriën, die virussen, daar is het helemaal niet zo groot, dat verschil. Wij hebben het altijd over ziektes die van dier naar mens gaan. Maar het gaat ook van mens naar dier. En het gaat dus dieren onderling. Dus wij zijn gewoon een onderdeel daarvan.